Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video laat ik jullie de Kabe Imperial 600 XL van 2022 zien. Het is een caravan met een rondzit, middenkeuken, Frans bed en een afsluitbare douchecabine. Al voor ik iets ga vertellen over deze mooie caravan, laten we eerst even deze beelden zien. Aan de voorzijde vinden we hier de Alco 3004 stabilisatorkoppeling. En natuurlijk is in elke kabel standaard het Alco ATC systeem gemonteerd. Hier aan de binnenkant van de disselbak hebben we plek voor twee gasflessen, 5 of 10 kilo. En we zien hier ook dat er standaard een lekkageindicator gemonteerd zit. Ook is de disselbak afgewerkt met een ledstrip. En hebben we natuurlijk hier aan deze zijde de buitengasaansluiting. Waardoor je heel makkelijk een externe gasverbruiker hierin prikt, zodat je niet elke keer de gasflessen erin of eruit hoeft te halen. Dan lopen we naar de zijkant van de caravan en wat eigenlijk opvalt is dat het Imperial is met het Imperial design. Het is geen sticker, het is een 3D effect print wat ze in de plaat hebben geprint. Wat er natuurlijk erg chic uitziet. Zeker in combinatie met de speciaal ontworpen Dometic inlegramen. Wat weer zorgt dat er niet zoveel koudebruggen in zitten, waardoor de caravan natuurlijk veel beter isoleert. Hier hebben we de buitenvuldop voor de wateraansluiting. Hier bevindt zich de buitendouche, ventilatieluikje en hier hebben we het serviceluik waarmee we onder het tweepersoonsbed komen. Hier kunnen we ook zien dat de radiatoren aan de boven- en aan de onderkant er voorbij lopen. En daarom zijn ook deze luchthappers gemonteerd. Dat er altijd ruimte vrij is om de warme lucht te laten circuleren. De achterkant van de caravan is gemaakt van kunststof. Het is eigenlijk optisch, want hierachter zit een aluminiumplaat. Wat zorgt dat er geen koude bruggen in zitten. Waardoor je een veel betere isolering in de caravan hebt. Dan zien we dat alles is uitgevoerd met LED-verlichting. En een leuk detail is dat de derde remlicht de letters Kabe bevat. Ook hebben we hier weer de 3D oplegletters met de letters Imperial, zodat het echt een eigen gezicht heeft. Aan de andere zijkant hebben we het cassettetoilet van Tedford. Standaard onder de Imperial 17 inch lichtmetalen velgen. Dan zien we hier de toegangsdeur. Deze is voorzien van een dubbele deurrubber, wat beter afsluit en ook weer zorgt voor wat minder koude bruggen. Raampje in de deur. En hier hebben we ook de deurvanger met magneten, waardoor die altijd super strak dicht zit. Hier hebben we de aansluiting op walstroom, 220, lampje, aansluiting voor eventuele buitenspeakers, in uitvoer voor televisie en nog een extra 12 volts stopcontact. De elektrobox is ook op slot te doen, zodat niemand bij je stroomkabel komt. Dan vinden we aan de voorzijde het verwarmbare, uittrekbare skiluik. Hieronder zit geen pootje. Deze is ook nog verwarmbaar omdat de radiatoren boven en over de gehele breedte langs oplopen. Dus alles wat je erin doet wordt ook automatisch weer droog. Laten we even aan de binnenkant kijken van deze caravan. Zo, aan de binnenzijde bevindt zich naast de deur het centrale bedieningspaneel. Alles wat in te stellen is in deze caravan doe je via dit bedieningspaneel. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, koelkast, airco, stroomverbruik. Wil je nou meer weten over hoe het paneel functioneert en wat er allemaal in mogelijk is? Bekijk dan even onze andere video waar we het uitgebreid in uitleggen. Dan hebben we hier de rondzit. De rondzit is uitgevoerd met leren bekleding. Dit is de Bloomington. Deze tafel is een losstaande tafel op een schaaronderstel. Leuk detail is ook dat je hier de tafel nog kunt verruimen met een extra aflegplankje. De zitting van deze caravan is voorzien van een slide-out systeem. Op het moment dat je erin zit kun je de hendel omhalen, zodat je lekker onderuitgezakt in de caravan kunt relaxen. Dan zien we verder links en rechts de ingebouwde spotjes met een USB oplaadpunt. Handig voor de telefoon of voor de tablet. Dan zien we verder dat elk
kastje is uitgevoerd met dubbel scharnierwerk en twee gasveren met een automatische pushlock sluiting. In het meubeldecor is verwerkt de luidsprekers die zowel voor en achter aanwezig zijn voor het standaard Dolby surround systeem wat erin zit, met natuurlijk een mooie subwoofer. Alle ramen in de caravans zijn voorzien van muggengaas en natuurlijk een plissé verduistering. Dan zien we verder nog de mooie neksteunen, waardoor je lekker comfortabel onderuit op de bank kunt liggen. In deze bank bevindt zich de Dometic ingebouwde stofzuiger. Het werkt eenvoudig met een uitrekbare slang die je hierin stopt, zodat je makkelijk door heel de caravan kunt stofzuigen. Onder deze bank bevindt zich ook de standaard gemonteerde vaste watertank. En een leuk detail zijn de blauwe kleppen die elektronisch de waterpomp leeg pompen. Zowel het schoon water als het vuil water. In de hoek van de caravan is hier het Smart Vent systeem gemonteerd. Dit is een schuif in de vloer die je open en dicht kunt zetten, waardoor je een betere luchtcirculatie hebt. Dan zien we vervolgens ook aan de andere kant dat er een accu ingebouwd is. Het is een 130 ampère Mastervolt accu die ervoor zorgt dat je ook de caravan kunt gebruiken op 12 volt. Dan zien we hier in het midden een enorm keukenblok. Het keukenblok is voorzien van een gasoven en een grill. Hier bevinden zich de lades die natuurlijk ook voorzien zijn van een soft close functie met ingebouwde prullenbakjes. Standaard is ook de uitrekbare snijplank aanwezig. En een leuk detail is dat je ook met een handomdraai alle lades vergrendelt, zodat ze niet open kunnen schieten onder het rijden. Aan de bovenkant zien we twee gaspitten en twee inductiepitten. Een snijplank met een afdekking voor de spoelbak. En het mooie is dat het ook een motief is van een soort betonlook, wat ook weer opgetrokken is in de achterwand, voorzien van LED-verlichting. En hierboven hebben we ook nog standaard een afzuigkap zitten die je in twee standen in kunt stellen. Aan de andere kant vinden we hier de televisiebeugel met de draadloze oplader voor de telefoon, ingebouwde radio, een kast waar je de jassen in op kunt hangen. Ook zijn alle kasten voorzien van LED-verlichting. Het nieuwe type Dometic koelkast wat je aan weerskanten kunt openen. De koelkast is te gebruiken op stroom, 12 volt 220 en op gas. Ook standaard hebben we de magnetron. En hier hebben we de welbekende droogkast. De kachel zit hier onder in de kast gemonteerd. Op de kachel zit ook een radiator die de warme lucht omhoog stuurt, waardoor het hier in de kast uitkomt. Dus alles wat je in de kast hangt wordt ook automatisch weer droog. Aan de rechterzijde vinden we het expansievat waar je al de vloeistof bijvult. Hier hebben we nog een kastje voor wat legspullen of je kunt er plankjes uithalen om er een hangkast van te maken. De 600 heeft ten opzichte van de 560 een extra opbergkast aan deze kant erin zitten. Dus je hebt echt voldoende kastruimte in deze caravan. Dan bevindt zich hier het grote bed. Aan de achterzijde zit de schakelaar om elektrisch het hoofdeinde te verstellen. En je hebt daar nog twee spotjes zitten met oplaadpunt met USB. Dan bevindt zich hier aan de zijkant het ventilatieluikje, waardoor je heel makkelijk kunt ventileren, ook bij regen of bij sneeuwval. Alle schakelaren zitten ook aan het voeteinde, waardoor je een hotelschakeling functies hebt, dat je alles kunt bedienen vanuit het bed. Toilet en douche, eigenlijk uniek, want dit is de 600, die heeft echt een afgesloten douchecabine aan de achterkant zitten. Waardoor je heel gemakkelijk jezelf kunt douchen. De toiletpot in de Imperial is standaard gemaakt van keramiek, dus niet van kunststof. Het is echt een harde steensoort. En je hebt hier natuurlijk nog opbergruimte voor wat spulletjes. Hier in het dak zien we de Dometic airco. Dit is een airco die kan zowel verwarmen als koelen.
En wat we ook zien is dat het plafond in deze caravan, evenals alle zijwanden, bekleed zijn met stof. Het isoleert veel beter, het is geluidsdempend en het kan vocht opnemen. Dan hebben we hier nog het grote dakraam zitten. Ook weer natuurlijk voorzien van vlieghoor en verduistering. En deze lichtkoepel geeft een enorme lichtinval, waardoor je een heel ruimtelijk effect in de caravan hebt. Mocht je nou meer willen weten over deze caravan of een van onze andere modellen, kijk dan even op www.degreef.nl of kom langs in onze showroom in Graven.